Dit is de informele top. En die idee is eigenlijk altijd geweest, iedereen kent Davos. Laat ons een spielerij realiseren op Davos. Hier is het de enige kant waar je is niet alleen de bedrijfswereld samen hebt. Of niet alleen de wetenschappelijke wereld. Of niet alleen de cultuursector. Nee, hier vind je iedereen samen. Altijd heb ik geprobeerd om de democratisering van ons cultuurleven door te voeren. De cultuur uit de hoek te halen. En hier hebben we nu alle mensen samen die betrokkenheid hebben. En het belang is gewoon van praat nu eens met elkaar. Leer elkaar beter kennen en leer appreciëren wat cultuur betekent. Want zolang we een culturele achtergrond hebben, zijn we verstandig genoeg om over al onze problemen heen te geraken. Dames en heren, het thema van deze 10e informele top is sterk leiderschap. En dat gaat dan over macht, dat gaat over leiderschap en verantwoordelijkheid. Het thema van vandaag is een bijzonder belangrijk thema. Hoe leid je in de politiek, hoe leid je in een bedrijf? Ik vond de discussie vandaag met twee hele sterke CEO's bijzonder boeiend. Het is een thema dat mij zelf ook uitermate bezighoudt. Ik denk dat de minister-president het heeft heel mooi samengevat. Hè. In het woordje macht schuilen twee connotaties, een negatieve en positieve. Maar heel vaak wordt macht geassocieerd met de negatieve connotatie. En dat is dan het misbruiken van macht. En vandaar dat ik had, leadership is iets anders dan macht. Wel, ik denk, er zijn een aantal thema's die ons gemeenschappelijk bezighouden. En het is goed dat we daar over de sectoren heen van gedachten kunnen wisselen. Omdat ik denk dat er ook, bijzonder in Vlaanderen, zeer veel potentieel is door over de sectoren heen samen te werken. Als Vlaamse regio zijn we heel erg verweven met ons buitenland. En het is echt een gelegenheid om onze buitenlandse contacten een keer in gesprek te laten gaan met de mensen die hier in Vlaanderen aan de kaart trekken en Vlaanderen mee op de kaart zetten. Maar dit is het vierde jaar dat Stibbe eventsponsor is van de informele top Vlaanderen. Voor ons is dit een uniek platform. Het brengt eigenlijk het Vlaamse bedrijfsleven en het overheidswezen samen in één enkel event op hoog niveau. En tegelijkertijd krijgen wij hier elk jaar een interessant thema dat aansluit bij de actualiteit en bij zaken waar wij als advocatenkantoor ook telkens malen intensief mee bezig zijn. Ik denk dat dit een geslaagde avond is. Als je ziet wie hier ook allemaal aanwezig is na 10 jaar, je ziet dat het mag groeien. En dat is toch de hele bedoeling.